Bertie woont inmiddels ruim een jaar samen met haar vriendin Rosita. Zij verhuisde vanuit de Randstad naar Zeeland. Ben jij nou, nadat je een jaar op de boerderij hebt gewoond, echt anders gaan kijken naar boeren? Ja. Ja. Ik heb meer waardering gekregen omdat ik nu weet wat een... In het geval van Bertie sowieso, wat een werk er gedaan moet worden voordat iets daadwerkelijk in de winkel komt te liggen. Als je het mij als leek vraagt, dan zeg je, je zaait iets. En dan zorg je dat het genoeg water heeft of zon en dat soort dingen. En dan wacht je gewoon tot het groeit. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het dus niet. Nee. Er komt zoveel meer bij kijken. En ik snap ook wel waarom ze dat... Het is ook wel weer een soort kick dat je zeg maar je plant iets en dan uiteindelijk krijg je natuurlijk de cijfers van hoe zwaar was het of zo. En dan denk je zo, hé, ik heb echt een goede oogst. Het is gewoon een soort weddenschap met jezelf van wauw, ik heb hem echt zwaarder dit keer of zo. Veel meer oogst. Dat zie ik ook aan Bertie. Nou, dat was een goede... Ik ben benieuwd naar de cijfers. Hoe lang doet Bertie dit nog? Nou, dat is nog een dingetje. Als het ernaar ligt, nog 20 jaar. En als het aan jou ligt? Als het aan mij ligt, iets korter. Ja? Ja. Ze zegt zelf al, mijn lichaam is inmiddels al aardig versleten. En dan denk ik, ja, je hebt zo zwaar fysiek werk. Ik wil ook nog wel een beetje van je genieten voordat je je pensioenwaardige leeftijd hebt. Want dan zit je al achter een rollator. Kijk, als het aan mij ligt, stopt ze over 10 jaar. Dat zou ik echt geweldig vinden. Dan gaan we samen leuke dingen doen, fietsen of zo. Ik woon hier een jaar en we hebben 1 keer samen gefietst. En dat was omdat mijn familie hier een weekend was vlakbij. Voor de rest, alleen een bedrijf is ook niet altijd echt, maakt dat je druk hebt. Oh, dat boerenleven wordt gewoon elke dag minder aantrekkelijk. Het moet een passie zijn. Het is ook allemaal keizwaar werk wat je moet doen. Ja, het is niet. Je staat de hele dag krom en met zware dingen. Ja. Heb je nooit nergens last van? Ik heb altijd last van mijn rug. Altijd? Altijd. Elke dag? Ja. Maar dat hoort er gewoon bij, vind je? Ja, het is zo. Ja, maar dat is niet normaal. Nee, maar ja, het is wel zo. Het is niet anders. Even kijken hoor. Zo. Wat is dit voor machine? Dat is een zaaimachine. En wat gaan we zaaien? We gaan gerst zaaien met een beetje graszaad. Heerlijk. Ja? Maar nu moet er nog iets in. Ja, dat gaan we zo even pakken. Dit is ook niet goed voor je rug. Nee, ja. Daar naar moet kijken. En hij gaat er zo op. Ik wil me niet laten kennen, maar... Je neemt het folie mee. Oh. Dat is niet helemaal handig. Oh, nee, geen probleem. Nou, geen probleem. Ik doe dit gewoon en dan met dit ding hierop. Hoezo? Hoezo? Moet ik hem... Ik geef hem aan jou. Ga jij daarop? Oh, ja, nee, ik kan ook. Jij doet dat gewoon zonder nadenken. Ja. Hoeveel weegt dit? 25 kilo. En je hebt ook bloed aan je hand. Oh ja, dat is best nog. Het is een marteling. Geef maar. Oh, ik loop me een potje te schamen. Ik ben ook wat groter, hè? Je verbouwt gerst, giezorij en wat nog meer? Figorij. Wintertarven, suikerbieten, vlas en graszaad. Maar niks wat ik direct kan eten. Geen broccoli, geen bloemkolen. Nee, ik heb geen groentes, nee. Maar is dat niet veel leuker? Want dan kan ik gewoon direct dat wat jij produceert op mijn bord leggen. Dan kan ik 's avonds komen vertellen dat het zo lekker was. En bedankt trouwens. Ja, en dan moet ik een winkeltje aan huis. Ja. Nee. Ik vind dit zo prima dat ik niet te veel mensen hoef te zien. Ik ben het toch een beetje de artiest van het gezelschap. Dus nee, dit is goed voor mij.
Ik wil ook niet de hele dag met mensen kletsen. Nee. Wij zouden voor een dag eens moeten ruilen van beroep. Ik weet niet wie de gekker zou worden, jij of ik. Ik snap wel dat het een heel fijn gevoel is als dat allemaal zo netjes in de grond zit. Ja? Ja. Lekker opgeruimd. Ja. Nederlands. Arenhart, de tuintjes. Een heel groot tuintje. Heel groot tuintje, van 54 hectare. Ja.